Zo, goedemorgen allemaal. Bedankt voor de uitnodiging. Mijn naam is Laurens de Graaf. Ik ben lector aan de Hogeschool van Utrecht. Ik hou me al een jaar of 15 bezig met het functioneren van de lokale democratie. En daar wil ik het graag met u zo dadelijk ook over hebben. Want u bent voor een groot deel onderdeel van die lokale democratie. En u maakt die lokale democratie. Dus ik heb een verhaaltje voorbereid met de illustere titel Democratie is een werkwoord. Het is iets wat je moet onderhouden. Het is iets waar je actief mee bezig moet zijn. En vooral als er zo'n fusie aankomt, is dat iets wat je goed tussen je oren moet hebben en moet houden om dat mee te nemen, ook in de fusie. Dus mij is gevraagd om een kwartiertje, een korte introductie te doen. En ik heb daarover na zitten denken, wat is dan handig om met u te delen? Eén kant met hetgeen wat ik met u zou willen bespreken is met name het functioneren van de maatschappelijke democratie. Allerlei initiatieven die van onderop ontstaan in de samenleving, burgerparticipatieachtige trajecten, die van belang zijn en steeds belangrijker worden, aan de ene kant. En aan de andere kant de politieke democratie, zou je kunnen zeggen. Het functioneren van raden, het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie, etc. Want die twee die komen steeds meer hebben steeds meer met elkaar te maken. Het samenspel met de samenleving en het samenspel tussen de lokale bestuurlijke actoren, zou je kunnen zeggen. En ter inspiratie heb ik deze quote meegenomen van Jacques Wallagen, die eigenlijk u ook uitnodigt en uitdaagt om dus dat werkwoord democratie ook ter hand te nemen en daar wat mee te doen. En laat je daar dus ook in adviseren, in trainen, blijf er actief mee bezig. Het is iets wat vitaal is en vitaal moet blijven, volgens mij. En dat is ook wat Jacques Wallagen hier eigenlijk mee zegt. Het is een ambacht om als volksvertegenwoordiger daarmee bezig te zijn. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Dus ik wil een aantal dingen met u langslopen. Eén is de veelvormigheid van burgerparticipatie. Wat is dat eigenlijk? Hoe kun je ernaar kijken? Wat betekent dat? Om ook te doorgronden wat er in die samenleving speelt aan democratische trajecten en processen. Ik wil inzoomen op burgerinitiatieven, dus echt die initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen. En aan het eind een aantal dingen rondom wat voor democratie wil je zijn als raad of als raden. Eerst is deze. Eigenlijk wat mijn ervaring is met het onderzoek naar burgerparticipatie en ook met de praktijk daarin, is dat de ene soort burgerparticipatie de andere niet is. Dus het is altijd belangrijk bij burgerparticipatie om te achterhalen, allereerst, waar begint het? Wie is de probleemeigenaar van burgerparticipatie? We kennen een traditie dat burgerparticipatie start vanuit overheden, vanuit lokale besturen of vanuit publieke organisaties. Dat wordt dan nog wel eens beleidsparticipatie genoemd, omdat de beleidsmaker het belangrijk vindt om het bij het realiseren van de algemene doelstellingen of de dingen die van belang zijn voor de gemeenschap, mensen te betrekken en uit te nodigen. Dus dan ligt het initiatief bij die organisatie. Maar steeds meer zien we dat er ook vormen van burgerparticipatie ontstaan die vanuit de samenleving zelf komen. Die ontstaan niet direct op het gemeentehuis, maar die borrelen zelf op. En die komen op een gegeven moment wel in aanraking met publieke organisaties en met de gemeenteraad. Dus dan zou je kunnen zeggen dat zijn maatschappelijke initiatieven. Dus die eerste beleidsparticipatie die ontstaat vanuit de systeemwereld, noem ik dat altijd, of de bureaucratie, of vanuit het instituut overheid. Maatschappelijke participatie, dat is eigenlijk iets wat eigenlijk om ons heen gebeurt. Dat zijn de kerken die actief zijn, dat zijn verenigingen die actief zijn. Eigenlijk het maatschappelijk middenveld die daar een actieve rol in speelt. Sommige mensen noemen dat ook burgerparticipatie, omdat er geparticipeerd wordt in de samenleving. Dus dat is weer een andere vorm van burgerparticipatie. En die derde heb ik het eigenlijk net al over gehad. Doe-democratie wordt het wel eens genoemd. Mensen die zelf de boer op gaan en iets actiefs willen betekenen voor het publieke domein, zou je kunnen zeggen. Hier kun je ook nog de participatiewet aan koppelen, hè? Arbeidsparticipatie. Dat is ook zo'n woord wat nog wel eens genoemd wordt. Dus mijn punt wat ik hier wil maken is vooral, er zijn verschillende vormen van burgerparticipatie. Doorgrond waar dat begint, ook als nieuwe raad, om daar dus zicht op te houden wat er speelt en probeer daarop aan te sluiten. En de vraag is dan ook, hoe verhoud je je dus als raadslid ook tot dit soort dingen? Aan de ene kant kan het handig zijn voor je volksvertegenwoordigende rol,
Aan de andere kant kan het ook handig zijn om na te denken, wat vinden wij eigenlijk van onze eigen democratie meer breed, in de maatschappelijke zin van het woord? Hoe verhouden we ons daartoe? En ken ik die maatschappelijke democratie? Dat is denk ik een belangrijke vraag om over na te blijven denken. Daar heeft u vast al gevoel bij, want ik weet dat heel veel raadsleden heel actief zijn met dit soort dingen. En wethouders en ambtelijke organisatie ook. Maar steeds blijft dat wel een vraag. Wat voor soort burgerparticipatie is hier sprake van? En hoe verhoud ik me daartoe? Welke rol pak ik daarin? Tweede element, die gaat eigenlijk wat verder door op dat maatschappelijk initiatief, of dat burgerinitiatief. Daar heb ik jaren onderzoek naar gedaan, hier ook in de omgeving, in kleine Brabantse kernen en ook in grote steden. En we hebben eigenlijk met een aantal collega-onderzoekers in kaart proberen te brengen, wat is nou die dynamiek om die maatschappelijke democratie te begrijpen? Wat gebeurt daar? Wat werkt daar? En een van de conclusies daar is, het gaat om energie. Dat is ook iets wat mij erg opvalt. Als burgerparticipatie vanuit de overheid ontstaat, wordt er vaak toch vrij politiek gesproken in belangen. Wie mag er aan tafel zitten, wie nodigen we uit, et cetera. Terwijl die burgerinitiatieven van onderop, dat gaat om passie. Dat gaat om persoonlijke emotie. Mensen verbinden zich aan een thema en het gaat om persoonlijke energie. En het gaat in veel minder opzicht om structuur. Dat is uiteindelijk wel belangrijk. Maar in eerste instantie gaat het om de energie die mensen onderling hebben en die ze krijgen van het initiatief dat ze met elkaar nemen. Wat werkt daarvoor? Wat zijn cruciale voorwaarden om burgerinitiatieven te laten groeien? Allereerst personen, personen en personen. Het is een heel persoonlijk ding. Het zijn mensen die opstaan, die iets willen betekenen voor de gemeenschap en een enorme drive vaak ook hebben. De kartrekkers van dit soort initiatieven. En dat is een van de belangrijke elementen die we daarin gezien hebben. En wat ze vooral goed kunnen, is ze doen het niet alleen, maar ze doen het samen. Ze weten mensen te mobiliseren, te enthousiasmeren, mee te krijgen. En hoe doen ze dat? Dat doen ze vooral door eigenlijk een verhaal te vertellen en ook steeds te herhalen waarom het belangrijk is, wat de belangrijke kwalitatieve waarde is van dat initiatief. Waarom het klopt met wat daar speelt. Ik weet niet of dit nou heel erg baanbrekend is, maar het is belangrijk om dat te blijven realiseren als je als raad ook aan het oriënteren bent en ook gaat fuseren natuurlijk, om die maatschappij en ook die maatschappelijke democratie te doorgronden. Aantal dingen die bevorderend werken bij burgerinitiatieven. Zichtbare resultaten, quick wins wordt het wel eens genoemd. Openheid en uitnodiging. Blijven uitnodigen dat je mee kan doen met het initiatief. Dat zie je ook gebeuren bij actieve ondernemers en actieve bewoners. Matchmaking en combinaties. Eigenlijk zie je bij burgerinitiatieven altijd een teneur van dat mensen iets kunnen. En dat mensen eigenlijk kunnen aansluiten. Een kop koffie schenken is ook betekenisvol en is ook belangrijk bij dit soort initiatieven. Ook buiten aan het netwerk werken. En met name vanuit... En dan de rol van de overheden. Wat mensen die actief zijn in die samenleving met dit soort initiatieven, die vragen vaak wat rugdekking of wat bescherming, maar soms ook zichtbaarheid. Neem ons mee en hou daar een relatie in. Dus dat is in ieder geval wat bevorderend werkt. Wat we ook gezien hebben, is als je burgerinitiatieven verder analyseert, is dat het eigenlijk in het begin heel rommelig, improviserend, pragmatisch, scharrelend start. Dus iets, dit is net als met een onderneming denk ik, dat is ook vaak uitproberen, kijken wat er ontstaat, et cetera. Zo begint het vaak. En wat je dan ziet is dat er eigenlijk een aantal stadia worden doorlopen bij burgerinitiatieven. Altijd een initiatieffase, iemand neemt een initiatief of een groepje neemt een initiatief. Het gaat groeien, het stabiliseert. Dat zie je eigenlijk altijd. Maar wel steeds in een ander tempo. Dus het is belangrijk om dat te doorgronden van in welke fase zit zo'n burgerinitiatief. En daarna wordt het interessant. Uit het onderzoek wat wij gedaan hebben, zie je dat daarna er tenminste vier mogelijke ontwikkelingen zijn. Een burgerinitiatief kan gaan institutionaliseren of overheidje gaan spelen. Ze gaan regels maken, zo doen we dat, ze gaan zich organiseren, et cetera. Een tweede variant is, ze gaan verzakelijken. Ze worden een bedrijf, een onderneming. Er komt een verdienmodel bij en je ziet ook dat mensen dan in dienst genomen worden. Een derde vorm is, er komt een ad hoc structuur. Dat klinkt wat vaag, maar het komt er eigenlijk op neer. Het initiatief, bij wijze van spreken hier in Sleewijk,
werkte hier goed. Waarom zou je dat ook niet in Woudrichem zo proberen? Dus eigenlijk probeer de formule te transporteren naar een andere gemeenschap. En de vierde, die is heel belangrijk voor overheden vooral ook. Het eindigt. Burgerinitiatieven kunnen eindigen. Ze kunnen ook wel weer herrijzen als er weer energie is. Maar dat is belangrijk om te accepteren bij de dynamiek van burgerinitiatieven. Om dat te blijven zien. Dus voor u als raadsleden, collegeleden, ambtenaren is het belangrijk om te doorgronden, oké, wat voor stadia zijn er? Probeer te begrijpen hoe zo'n burgerinitiatief ervoor staat. En per stadium betekent ook dat je wellicht ook een andere rol daarin neemt. Nou, dit zijn wat aanbevelingen voor mensen die zo'n initiatief nemen. Dat is misschien voor een aantal van u interessant als u zelf ook initiatiefnemer bent. Maar vandaag gaat het vooral ook over de bredere kant. Ik denk dat het belangrijkste punt is, die bovenste, organiseer kritische geluiden. Blijf uitnodigend, ook met je criticasters in gesprek blijven. Ook al ben je het niet eens met elkaar, wel in gesprek blijven. Dat is denk ik ook belangrijk voor raden onderling überhaupt natuurlijk. Dus ik ga hier nu wat sneller doorheen, ook gezien de tijd. Want ik denk dat het tweede deel ook wellicht nog wat relevanter is voor zo dadelijk. Wat wordt van overheden verwacht? Die vraag hebben we gesteld aan mensen die actief zijn bij burgerinitiatieven. En eigenlijk zie je vergelijkbare dingen. Ook hier speelt de persoonlijke factor een belangrijke rol. Een wethouder die eigenlijk zich openstelt om met die burgerinitiatieven in gesprek te blijven en in ieder geval te weten wat er speelt. En wat werkt dan? Wees erbij. En dat betekent niet dat je altijd bij burgerinitiatieven hoeft te zijn, maar dat is ook een mentaal ding. Dat je weet dat dingen spelen en dat je er naartoe kan schakelen als er een belangrijk moment is. Leef je in. Empathie. Probeer je te verplaatsen in andermans schoenen. Hanteer een soort van hands-off politics, wordt het wel eens genoemd. Of probeer ook los te laten zover dat kan. Als het lekker loopt, probeer het niet te verstoren of nodeloos te verstoren. Probeer wat op je handen te zitten, het loslaten idee. Geef waardering. Een hele belangrijke, vooral dat persoonlijke, wat ik net ook al benadrukte. Mensen die zo'n initiatief nemen, die zijn heel gevoelig en die vinden het ook heel belangrijk om waardering te krijgen en gezien te worden. Dus dat is een ding wat ook denk ik belangrijk is. Bied helderheid, dat is ook echt een taak denk ik van bestuur en van ambtenaren. En ook van raden denk ik. Structuren, kaders zou je kunnen zeggen. En wees kritisch, want dat moet je ook zijn. Vooral ook als algemeen vertegenwoordiger van het algemene belang. Maar wees ook bescheiden. Dus dit is dynamiek rondom burgerinitiatieven. En ik begrijp dat u vooral in het fusietraject, ik kom zelf uit Schoonhoven, uit de Krimpenerwaard, die zijn net gefuseerd. Ik heb afgelopen jaar daar een mooie sessie met de hele nieuwe gemeenteraad mogen houden. En daar hebben we ook gediscussieerd over die twee dingen. Samenspel met de gemeenschap en samenspel onderling tussen de raad. Dat moet altijd een beetje uittrillen. Dat eerste twee jaar ben je daarmee bezig. Wat mij daar opviel, en ik weet niet of je dat zo kan transporteren, is dat met name de raad heel goed was in een controlerende taak. Vooral dat eerste jaar. En ik heb ze eigenlijk proberen te adviseren. Probeer met elkaar, en dat is eigenlijk een advies aan u. Nu in dit stadium ook al na te denken, hoe gaan we die rollen invullen? Wat vragen wij van controle? Er was daar een bezwaar dat er zoveel vragen kwamen naar het college. En dat het college vervolgens ook weer hele dikke rapporten bleef schrijven. Maar door het te benoemen dat je aan het controleren bent tijdens een raadsgesprek of een raadsdebat. En door het expliciet te maken wanneer je bijvoorbeeld gecontroleerd zou willen worden, kan het al enorm veel werk schelen, ook voor de agenda, want het was ook echt een groot probleem daar, dat het veel te lange agendas, veel te lange vergaderingen waren, om vooraf na te denken, hoe vullen we die rol in, dat controleren? En waar willen we op controleren? Maar goed, dat gaat over dit soort dingen. Onder andere ook, hoe vul je je volksvertegenwoordigende rol in? Dat is iets wat ook eigenlijk doorklinkt in de rapporten die de laatste tijd zijn verschenen, vanuit de ROB, vanuit Wim van der Donk met zijn commissie rondom de toekomst van de lokale democratie en het lokaal bestuur. Dat is iets waar je volgens mij over na moet blijven denken. En wat mijn advies meestal is dat je eigenlijk, meestal wordt gesproken over drie rollen die een gemeenteraad heeft. Maar eigenlijk zijn er maar twee wat mij betreft. Want deze, die volksvertegenwoordigende rol, dat is geen rol. Dat ben je. Dat is een zijnsding. Je bent een volksvertegenwoordiger en in dat zijn heb je twee rollen, je kan kaders stellen en je kan controleren. Dus dat is in ieder geval zoals ik er naar kijk. En het betekent dus dat je die volksvertegenwoordigende rol, of dat volksvertegenwoordigerschap. Nou, dit zijn wat tips die je daarvoor kunt gebruiken.
Met name ook die onderste is denk ik van belang om te kijken, vooral ten opzichte van die maatschappelijke democratie. Hoe kun je ervoor zorgen dat je uitnodigend blijft, laagdrempelig blijft, weet wat er speelt, maar uiteindelijk als gemeenteraad natuurlijk voor het algemeen belang gaat. Want daar, dat is juist het voordeel volgens mij van de gemeenteraad, dat die uiteindelijk het hoogste democratische orgaan van de gemeenschap is. En dat is ook iets wat volgens mij voor vandaag van belang is, om na te denken, niet alleen als gemeenteraad, als zijnde de politieke arena waar gestreden wordt om allerlei ideologieën, et cetera, wat hartstikke belangrijk is, maar vooral ook te kijken naar de rol van de gemeenteraad als assemblée, als het hoogste democratische orgaan van de gemeenschap, waarin je met elkaar nadenkt over de vraag, wat voor democratie willen wij zijn? Hoeveel ruimte geven wij aan die maatschappelijke democratie? Hoe vullen we onze rol in als gemeenteraadslid? Hoe doen we dat kaderstellend? Hoe doen we dat controlerend? Dus dat zijn de dingen waar ik u mee probeer te prikkelen. Dus die vraag, wat voor democratie willen we zijn, is denk ik een belangrijke om over na te denken. Ik heb daar wat over gepubliceerd, dat zit nu niet in dit verhaal. Maar daar heb ik wat handreikingen voor gedaan om na te denken hoe je met bepaalde dingen als raad om kunt gaan. Controlerende rol, dat is iets wat volgens mij superbelangrijk is vanwege de verantwoording. Maar denk daar vooraf al goed over na, dat je niet in de valkuil trapt, dat je elkaar de loef af wil steken. En wil laten zien hoe goed je wel niet kan controleren. Probeer daar op een iets hoger niveau over na te denken. Wat vinden wij nou die controlerende rol? Hoe gaan we dat invullen, zodat je dat college wat ruimte wellicht biedt. En aan de andere kant natuurlijk ook wel kritisch daarin blijft. Nou, dat is in ieder geval hetgene wat ik met u wilde delen. Dus ter afronding zou ik zeggen, als je kijkt naar burgerparticipatie, lees de burgerparticipatie, lees wat er maatschappelijk gebeurt. Wat voor vorm van burgerparticipatie is het? Is het probleemeigenaarschap bij ons bij de gemeente vandaan gekomen? Dus vinden wij het belangrijk? Of is het iets wat eigenlijk vanuit de samenleving zelf is ontstaan? En hoe verhoud je daartoe? Ik zeg zelf altijd, op wiens feestje ben je te gast? Ben je te gast op je eigen, ben je te gast op het feestje van de samenleving, omdat daar een initiatief is gekomen? Of is de samenleving te gast op jouw feestje, omdat je het belangrijk vindt dat er burgerparticipatie plaatsvindt? Blijf bewust van taligheid. Dus wat ik eigenlijk net ook al aanstipte, als initiatieven ontstaan, dan zit er vaak veel passie achter, persoonlijkheid. Terwijl als er initiatieven vanuit de overheid ontstaan, zie je vaak dat er meer in politieke dingen, in belangen wordt gesproken. En dat zijn eigenlijk twee verschillende talen, twee verschillende domeinen, die nog niet altijd op elkaar aansluiten. Dus die taalgevoeligheid is ook een ding waar volgens mij waar je bewust van moet zijn en waar volgens mij ook ontwikkeling mogelijk is. Deze vraag, die wil ik eigenlijk voor vandaag vooral voor u meegeven. Wat voor democratie wil je zijn? U bent het hoogste orgaan, als gemeenteraad dan met name. Wat voor democratie wil je zijn? En bewaak als raad dus die democratische processen in je gemeenschap. Nou, dit is een korte inleiding. Normaal kan ik hier uren over doorpraten. Dus ik heb wat dingen eruit gepikt. Maar ik denk dat het voor nu wellicht voldoende is. Er komen nog een aantal andere sprekers. En ik blijf in ieder geval heel de ochtend om eventueel nog over een aantal elementen met u door te discussiëren. Hartelijk dank.